Ja, goedemiddag lieve vrienden, daar waren we weer en het is alweer dinsdag en gisteren heb ik niet gevlogd, nee. Ik had gisteren totaal nergens zin in. Astrid is wel geweest, maar in ieder geval doet er niet toe. Ik wens jullie nu voor vandaag weer bij welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Wij gaan straks gezellig even weg. Jullie neem ik mee met mijn GoPro. We gaan even over de Juttersmarkt. Ja, de Juttersmarkt is weer begonnen met dit hoogseizoen. En het is op dinsdag altijd. En altijd gezellig, tenminste laten we het hopen. Vroeger, heel vroeger, was het altijd wel gezellig. Het was heel druk dan altijd op de Juttersmarkt. Maar het is minder geworden, omdat je dat internet gebeuren hebt. Dus iedereen bestelt via internet. Dus markt is bijna niet meer aanwezig. Het wordt verwaarloosd door onszelf. Ja, en daar kan ik verder niks aan doen, want ik doe er net zo hard aan mee. Maar ik mag toch ook graag over een markt heen slenteren, althans rijden. En dan mijn kraampjes kijken, hier kijken, daar kijken. Ja, ik vind dat gezellig en ik vind het leuk. En ik neem jullie gezellig mee en daar wil er eentje binnenkomen. Onze kleine meid, die zwart-witte. Kom maar. Zo dan. Ja, dat is altijd wel leuk verder. Ja. Dat ik neem jullie dus straks mee met de GoPro en we zien wel wat er allemaal gebeurt. Ik neem ook deze camera mee, want stel je voor dat mijn, wat zijn het, adelaars? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zag van die wilde vogels, er staat altijd een man, of een vrouw of een echtpaar. En die staan met die grote mooie vogels. Eventjes wat betalen en je mag ze op je arm. En dat vind ik wel leuk, ja. Zo duur is dat. En dan kom je ook gelijk op de foto en dan zeg ik nou, vlog me maar even. Dan geef ik ze mijn camera eventjes van, vlog maar. Dus ja, komt allemaal goed. Ik vind het altijd hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag met wat jullie ook doen gaan. En geniet ook vooral van al mijn vlogs die ik toch wel steeds weer probeer te maken. Oké, ik heb gisteren niet gevlogd. Ik moet de vlog van eergisteren nog even in elkaar zetten en dan komt dat ook wel goed, maar dat is maar een klein vlogje, weet ik wel, als een beetje maar een naam heb. Ben jij aan het spelen, meisje? Moet vrouwtje hem even opwinden? Dat gaat wel lukken. Nou, dan zetten we even de camera op de grond neer. En dan hoop ik dat dat lukken gaat, allemaal. Even zo. Zou dat lukken, denk ik? Ik weet niet. Ik ga even weer oppakken. En dan gaan we zo. En dan moet ik even de camera instellen. Zo, een beetje recht. Opdraaien, die kant op. Ja, dat is een camera. Dat is geen speelgoed. En dan zetten we hem neer. Weer even helpen. Op dit stel. Boem. En nou, waar is Muisje dan? Waar is een Muisje dan? Muisje weg? Is een Muisje weg? Ik heb toch weer gevonden. Waar is die dan? In het hoekje. Helemaal in de hoek. Thank you.
is het dan? Wat is het dan? Nou, laat je maar liggen. Laat je maar liggen. Wat een dikkie. En waar je andere muisje is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Ja, ik zal jullie trouwens nog even wat vertellen. Ik had gisteren de politie nog in huis. Want Astrid die kwam gistermiddag om 1 uur hier al. Ze zei, wat stinkt het in je huis? Nou, ik was in de keuken bezig met de vaatwasser enzovoort. En daar rook ik het niet. En bij mijn pc rook ik het ook niet. Maar ik kom hier bij de eethoek en toen rook ik het ook. En een vreemde geur en zo raar. En ik kreeg hoofdpijn en misselijk enzovoort. Maar gisteravond kwam Chrissy en die zei het ook al, wat stinkt er hier. En doen we die deur open, dan ging die lucht wel weer weg, werd het minder. Maar deden we die deur dicht, dan kwam die stank weer opzetten. Wat blijkt, let op, ik heb de politie in huis gehad. Want ik dacht eerst de rook. Ja, er is hier in mijn huis iets mis, wat weet ik ervan? Nou, de politie gebeld, die is gekomen. Blijkt, zijn het die lelies. Die ik in een heel prachtig mooi boeketje van Astrid heb gekregen op mijn verjaardag. In die vaas. Die lelies. Niet die paarse, maar die andere. Ja, nou, die heb ik ook gekregen. Met, gaan we naar de andere kant. Deze prachtige bos heb ik ook gekregen voor mijn verjaardag. Van een surrogaatzusje Wilma. Dan die andere van Astrid. Dan heb ik dit plantje met die paarse gevalletjes erop. Ja, heb ik gekregen met nog een plantje. Gaan we daar naartoe. Deze met die witte bloemetjes, dat is een vet plantje, net zoiets als die. En ja, die heb ik van Chrissy gekregen. Vandaag kreeg ik ook nog wat van Rebecca, de huishoudelijke zorg. Kreeg ik deze roosjes van. Nou, hoe leuk is dat dan? Ja, ik vind het leuk, vind het lief. Van mijn liefhebbende broer, Koen Makelaar. Dat is een echte broer. Ja, kreeg ik mij om te poedelen. En ik kreeg een kaart van Theezorg. Daar komt Rebecca vandaan. En van Corrie kreeg ik deze. En ik heb nog een kaart gekregen met inhoud. En ik heb nog van een andere surrogaatzusje heb ik een heel mooi zakje gekregen. Zo'n kanten zakje. Waar heb ik die? Waar heb ik die? Hier. Dat is een blauw zakje. Met goud daarin. Daar zat inhoud in. Van Chrissy kreeg ik ook nog een envelop met inhoud. Ja, allemaal hartstikke lief, ik ben goed verwend. En Karen Degen, mijn andere surrogaatzusje, die heeft getrakteerd voor 5 personen op een etentje bij de Chinees. Was overheerlijk, dus ja. Nogmaals, dankjewel daarvoor, schat. Ja, maar ja, oké, ik ga nou even nog... Ik denk nog even 1 bakje koffie doen en dan vertrek ik. Ja, maar misschien ook niet. Nee. Ik neem een snoepje en dan ga ik de deur uit. Ja, ik ga.
Wat? Hé, moet je niet naar buiten. Vrouwtje gaat buiten van het werk. Ja. Ja, we zijn weer terug van een rondje, Mark. Er is niet veel meer aan, helaas. Dat vind ik zo erg, want het was echt door de hele binnenstad markt en gezelligheid. Maar het is nog maar een beetje hier en daar wat. Ik vind dat niet echt leuk, nee. Maar in ieder geval, ik ben ook even boodschappen geweest doen. En ik heb even zien, vier van deze azijn gekocht en vier citroen. Want ik ga even hier en daar spuiten. Ja. Dan loopt mijn prinsesje. Die gaat er water drinken. Dus ja, ik heb nog even genoeg te doen. En het is lekker weer. Enkel in de schaduw is het koud, maar in de zon is het warm. Dus ja, je hebt wel een jas nodig, maar niet in de zon. Enkel in de schaduw. Dat mag ik, het staat in de schaduw. Daar is het koud, dus het is klanten wegjagen. Ja, dat doet de gemeente, hè? In plaats van de hele straat weer volzetten. Nee. Enkel schaduw. Maar oké, lieve vrienden, ik ga opschieten, want het lange staan, dat doet me zeer. Ik kan beter even in beweging zijn dan stil blijven staan. Zeggen, tot later. Hé, hey, goedenavond meisje. Wou jij mij eventjes vertellen dat we visite gaan krijgen? Nou, daar heb ik geen zin in hoor. Nee. Ja, lieve vrienden, het is alweer avond. Het is 7:45. Ja. Het is dinsdag, het hoeveelste leven we eigenlijk, weet van niet meer. De 26e, ja ja. Dus ik maak er een einde aan voor vandaag qua vloggen. Dus ik zou zeggen, een hele fijne avond. En voor later, welterusten en lekker slapen. Geniet ervan met wat jullie doen gaan of aan doen zijn of wat dan ook. Ik heb mijn eten al achter me kiezen. Ik heb nog een wijntje staan, mijn koffie heb ik net op. Dus zometeen goede tijden, slechte tijden. En mijn hondje loopt buiten. En die zit daar er eigen te wassen en te doen. Alsof er heel wat vanaf hangt. Hé? Dat ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!